Onderzoek van het comité is afgerond, dames en heren. Heeft niet geleid tot wijzigingen in de uitslag. Winnaar is Sparta met 2, Gerco Steenwijk. Tweede aankomende de 5, Fakir Fanatic. En derde werd de 7, Fernando Meadow. 2, 5, 7, dan de 6, dan de 8 is officieel. Gerco Steenwijk, dames en heren. Een 5-jarige bruine ruin van de niet zo heel bekende dekhenk Sijpe Boko uit Jasmee Dier. Dat is dan wel weer een hele bekende merrie. Paard is gefokt door de familie Kreuz in bezit van Lianne Curvink. En André Bakker is de trainer en mede-eigenaar. Maar het rijden werd vandaag overgelaten aan Bo Sprengers. Mooie keus en Gerco Steenwijk maakt het helemaal waar. We zullen eerst even bijpraten met de trainer. André, gefeliciteerd. Ik draai even iets naar die kant, als dat kan. Je had wel wat verwachtingen. Zeker weten. Hij had eigenlijk al de laatste paar keer loopt wel goede koersen. Alkmaar loopt die goede koersen. Het zit soms niet helemaal mee. Lianne rijdt er graag mee. Het is een lief paard om mee te rijden. En dat is een mooi leerpaard voor haar. Die verrichtingen zijn soms ietsje minder, maar dat geeft niet. Het is haar eigen paard en ze mag doen en laten wat ze ermee wil. Thuis ook. Ze doet dat eigenlijk allemaal helemaal zelf. En het is gewoon een hele eer van haar werk nu dit. De Gouden Sweeper kwam te vroeg. Gouden Sweeper kwam te vroeg. Misschien volgend jaar. Lianne, ik hoor dat ik bij jou moet zijn voor alle credits. Vertel, hij is bijzonder voor je? Ja, zeker weten. Hij kwam zo op mijn pad. Ik was eigenlijk een tijdje op hoek. En toen kwam hij op mijn pad. Hij is zo'n trouw beestje en gewoon een ideaal leerpaard voor mij. Dus ja, ik ben echt super blij met hem. En hoe kwamen jullie zo op deze ster, Bo? Nou ja, ik was uitgeloot in een amateurkoers. En dus toen zei ik, hij moet lopen. Dus in een leerlingkoers. Ik zei, nou, Bo daarachter, die kon. Dus nou ja, super. Maar ik moet eigenlijk ook een beetje credits geven aan Marieke. Want die ging gisteren nog rijden en die zei dat brengt geluk. Nou, Marieke, dankjewel. Heel goed, heel goed. Bo, gefeliciteerd. Lekker gereden? Ja, heerlijk. Ja, echt. Je kijkt alsof het een verrassing voor je is. Ja, ik kan het gewoon nog steeds niet geloven. Had je het niet verwacht? Het is toch maar altijd weer spannend. Omdat je het paard zelf niet goed kent. En hoe het dan maar weer afloopt. Ja, gelukkig zo. Kunnen we de dag compleet maken met mama straks en Doc Holiday? Ik hoop het, ja. Hij is goed. Dus. Sprengers, dames en heren. Zij heeft een overwinning die ze niet helemaal had verwacht. Kijk nog een beetje bedust. Maar heeft het hier wel geklaard met Gerco Steenwijk. Gaf hem eigenlijk de perfecte trip. Sietse kwam ongelooflijk dichtbij. En de vertegenwoordiging van de 5 Jouwstercafés is in handen van Café Het Ziel. 1 van de 5 en de grote initiator is erbij. En deze cafés zijn vanavond tot laat open. Dus als u hier wordt weggekeken, dan is er altijd nog wel een mogelijkheid voor een afterparty. Mooie successtory dit, Gerco Steenwijk. Een paard dat Lianne Curvink toch wel een beetje gegund werd. En André Bakker heeft samen met Lianne er heel veel aan gedaan om hem hier aan het vertrek te krijgen. En win op Jouwre, dat is natuurlijk een prachtige prestatie. En dan ook nog winst in de 5 Jouwstercafésprijs. Bo gaat weer zitten. André laat hem los. En Bo, je weet het, hè, hier op Jouwre. Een hele lange ereronde. Die begint helemaal aan de overkant. En dan terug om het publiek een plezier te doen. Check gaat nog even op. Dat vindt Gerco Steenwijk het fijnst. Applaus, dames en heren, voor geweldenaars Gerco Steenwijk, Bo Sprengers. Komt ze voor de 10 minuten uit in Sprengers. In de rechte lijn, dames en heren, Bo Sprengers.